Ik denk dat ja, het bevriezen, als het ware, dat zou het geen natuur meer maken, denk ik. Dat is toch... en het zou ook niet lukken, denk ik, tenzij je alle details vergeet. Ik zie natuur toch als een dynamisch iets, wat soms een beetje... nou, een bos rukt soms een beetje op, trekt soms een beetje terug. Sommige dingen gaan verloren, uitsterven van soorten, dat soort dingen. Dat hoort bij mij, wat mij betreft, allemaal bij natuur. Ontstaan van nieuwe soorten ook. Het is allemaal, ja, dynamisch. Het vastzetten van iets, dat is wat mij, ja, dat is denk ik heel kunstmatig en geen natuur meer. Oké.